Kijk, heeft heel erg leuk nieuws en dat gaat ze even vertellen. Oké, jongens, we zijn er. Kijk, kom maar. Met jou we even naar mij. Oh, dat kan natuurlijk niet. Maar er is niks van in de supermarkt. Nee, ik ben er dan. We hebben net gestemd gehad bij het Olympisch Stadion. Ging wel heel goed. Dat was wel leuk. Maar alleen haar allereerste keer stemmen. Maar we vinden het helemaal leuk. Goedemiddag jongens, het is vandaag maandag. Ik heb nog helemaal niet gefilmd. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Angelica heeft heel erg leuk nieuws en dat gaat ze even vertellen. Ik zet je echt voor het blok nu. Ik weet het natuurlijk nog niet zeker, maar ik heb een studio aangeboden gekregen en daar gaan we vanmiddag even naar kijken, kort voor 5. Dus ja. Gaan we bezichtigen. En als het leuk is en een beetje oké. En ik heb alle keuzes overwogen. Dan heb ik misschien een nieuwe woning. Ja, dus dat is echt superleuk. Dus dan ga je Lies zien hoe Angelica in een eigen huisje woont. Ja. En het is dus een beetje, ja, hoe kunnen we het om de omgeving? Ja, dus eigenlijk, het is bij de houthavens. Ja, het is echt in de havens, zeg maar. Ja. Maar bij mijn werk is het zeg maar 10 minuten vandaan, dus dat is echt top. Ja, Angelica werkt bij het Hof trouwens, voor als jullie dat nog niet weten. 10 minuten fietsen of 10 minuten met de bus. Ja, het is echt een hele leuke locatie, dus we gaan straks lekker even in die omgeving lopen. En dan om 4:15, ja, dan gaat Angelica naar binnen. Ik kan niet mee, maar ik ga wel video bellen, dus dan ga ik het ook mee zien. Ik ben echt heel benieuwd hoe het eruit ziet. Ja, ik ook. En het is dus inderdaad best wel een groot complex, met allemaal studentenwoningen erin, zeg maar, en studio's. Ja, het is ook echt een soort, het is niet een, het is niet een loft, maar ook weer wel. Tenminste, het doet me ook een beetje denken aan een soort van loftachtige vibe. Ja, echt heel erg leuk. Het is echt leuk. Ja. Oh, ik ben echt helemaal nieuw. Je moet ook even met je telefoon filmen. Ja. Daar. Okay, dan kan ik dat erin plakken. Dan zien jullie ook een sneak peek van de kamer. Ja. Je moet even op deze zo dan met je telefoon die kamer filmen. Maar kan ik dan tegelijkertijd video bellen en filmen? Dat kan niet. Dan stop je even. Ik telefoon meenemen. Nee, maar dan kan ik toch niet video bellen? Met wat moet ik nog video bellen? Neem je camera mee. Dat kan ook. Oh ja, neem mijn camera mee. Ja, doe dat maar. Dan stuur ik het je ook door. Dan heb je het ook zelf. Ja. Angelica gaat de vlog overnemen als ze er binnen is. Dan staat ze met die makelaar. Hey. Hallo, dit is de man. Dit is de vlog. Kom maar erbij. Maar wij hebben net lekker Subway besteld. Dus daar gaan we even op wachten. Ze zeiden trouwens dat het er binnen 20 minuutjes is. Dus het is best wel snel. En dan moet ik echt als de wieder weer gaan aan mijn externe analyse. Want ik was zo druk met... vanochtend had ik een soort van... Ja, hoe noem je dat? Een... hoe heet dat nou? Een focusdiscussie, dat... En daar was ik echt heel druk mee net. En dat duurde echt zo ontiegelijk lang. En Angelica had ook les. Maar we zijn nu dan even soort van dat we... Tijdens dat we gaan eten en zo. En gaan we eventjes aan schooldingetjes werken. En dan heb ik straks om 2:30 heb ik voor een kwartiertje een soort van presentatie iets. Maar dat is niet heel boeiend. Dus ik weet niet echt wat ik ga presenteren. En daarna gaan wij de deur uit en dan gaan we lekker richting het Vondelpark. Gaan we daar lekker rondlopen. Ik moet wel nog een fotootje maken, maar dat had je wel verwacht, denk ik. En het regent niet. Ja, en het gaat ook niet regenen, zeggen ze. Nee, dat hebben we echt last van. Dus ik ben helemaal blij. Nou ja, we moeten het nog maar even afkloppen. Ja, het is niet goed, hè. Maar we gaan het zien. In ieder geval wordt het wel oké weer. En we gaan dus ook kijken bij het appartementje misschien van jou. En dan ben ik echt heel benieuwd naar hoe dat eruit ziet. Cool, ja. Echt heel dat benieuwd. Is wel heel fijn. Het is al helemaal gemeubileerd. Dus het is niet dat je dat ook nog... Allemaal meubels hoeft te kopen. Precies. Nou ja, en je kan natuurlijk, weet je, als je een IKEA-kastje erbij wil hebben, kun je natuurlijk altijd nog erbij kopen. En dan wordt het heel erg leuk, want dan ga je kijken voor inrichting dingetjes. Want je hebt natuurlijk wel, weet je wel, plantjes die je erin wil hebben of wat en dan ook. Oh ja, dat moet ik ook vragen. Of je wel bijvoorbeeld gaatjes mag boren. Dat ja, dat mag. Nou ja, volgens mij is het zo dat als je... iets huurt, dan mag je alles doen wat je wil. Je mag letterlijk de muren verven, alles wat je wil. Maar zodra je eruit gaat, moet je het in originele staat terugbrengen. Ja. Dus dan moet je alle gaatjes dichten die je hebt gedaan. Ja. En de muur dus verven, want... Maar je krijgt ook volgens mij, als je dus weggaat en je hebt bijvoorbeeld wel die muren geverfd, dan kan je bij de makelaar een kleurcode opvragen en dan moet je die kleurcode kopen voor verf. Oh. En dan moet je hem dus herstellen naar die kleur. Die kleur. Maar ja, als jij donkergroen doet, dan moet je er natuurlijk een paar lagen overheen.
Maar je kan wel een gaatje boren, maar dan moet je het gewoon weer daarna weer dichten. Ja, daarom. Dus dat soort dingen moet ik even vragen. En of ze een box hebben beneden en dat soort dingen allemaal. Ja, dat ook. Prima. Ja. Echt heel erg leuk. Leuk. Jongens, we zijn aangekomen in het Vondelpark. Waar is je koffie trouwens? Vind je dat ook? Geef zo op. Was wel heel erg grappig, want het ging echt helemaal mis met mijn les. Dus uiteindelijk heb ik niet eens een presentatie kunnen houden. Want die docent was echt een soort van verstrooid bezig. Dus dat werkte niet echt goed. Maar we zijn nu lekker in de stad aangekomen. We zijn lekker door het Vondelpark aan het lopen. En straks gaan we... Wat doet die man? Die heeft denk ik gesport of zo. Ik denk het ook. Nee, we doen het alleen als die vrouw zeg maar bij ons in de groep komt. Maar dat is toch raar? Nee. Het is toch gezellig om lekker... Ja, Angelica die doet dus niet, laat even weten wat, of jullie dat wel doen. Die doet dus niet haar camera aan als ze in een soort van Zoom, Teams... Waarmee deden jullie het? Met Zoom, ja, Teams. Ja. Als je daarin zit, dan deed ze dus niet haar camera aan. Dus dan ziet ze helemaal niet de rest van het groepje. Ja, ik vind alleen dat... in de groepje zit, zeg maar. Ik doe het altijd bijna wel aan. Wel. Maar ja, je hoort elkaar, dus het is net alsof je al met elkaar in bed bent. Ja, maar het is toch fijn om iemand zijn hoofd een keertje te zien? Ja. Nee, dat doen we als die docent erbij is. Ja. Laat even weten hoe jij dat doet. En we gaan dus nu even nog verder door het Vondelpark lopen. Ik weet niet waar we zo nog heen gaan. Even misschien die kant op en dan daar nog even lopen. En dan gaan we daarna richting Angelica, haar nieuwe plekje misschien. Tenminste, gaan we even kijken. Maar dat gaat Angelica zelf even vloggen, dus dat zie je sowieso hierna. Oké, jongens, we zijn er. Kijk hoe mooi. Eerste indruk. Is goed, toch? En hier hebben ze dus een balie waar je dan een soort van kan aanmelden. En het zit dus bij het water. Maar Angelica neemt jullie straks mee naar boven. Want ik mag niet mee. Dus ik ga het later op de vlog terugzien. En we gaan FaceTime ondertussen. Dus ja, heb je er zin in? Ja, zeker. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat iemand komt. Ja, ik weet niet. Hij zei dat het even wat lang duurde. Het was te laat. We waren een kwartier te laat. Op zee. Maar dat kwam omdat de tram was afgezet. Dus we konden die route die we normaal nemen niet pakken. Nee. Dus, oh, dit is wel een hele rare engel. Dus we moesten via een andere route. Maar uiteindelijk zijn we er. En daar stopt de bus. Daar. Dus op zich wel handig dat je wel echt dichtbij bent. En ze zijn hier overal bezig met bouwen. Dus waarschijnlijk komt er echt nog van alles en nog wat bij ook en zo. Misschien nog wat leuke tentjes. Dus ik ben benieuwd of het dat is. Je zit binnen 10 minuten zit je bij Centraal. Ja, echt heel dichtbij. Oké, ik geef de camera aan Angelica mee en dan gaat zij jullie laten zien. Oké, jongens, we zijn weer in de stad. En zoals je hebt kunnen zien hebben we niet echt gefilmd. Sorry daarvoor, maar het kon niet echt. Want we hadden een... Het voelde heel erg alsof we een rondleiding kregen van een student. Heel erg leuk. Ja, gewoon maar... van de locatie, maar hij was een beetje onze leeftijd. Ja, een beetje een soort van studentenfeeling kreeg ik van hem. Ja. Maar in ieder geval, we konden niet echt filmen. Het was gewoon een beetje... Awkward. Het was niet echt heel erg handig. En het was ook best wel een snelle tour. Maar wat vond je ervan? Ja, super gaaf. Ja, toch? En ja, er zijn gewoon wel wat dingen waar ik echt goed over na moet denken. Ja. En even wat dingen moet afwegen, maar... Maar zij heeft wel in ieder geval de conclusie genomen dat... Toch? Dat het niet die kleine... Sowieso niet die kleine wordt. Nee, dus het zou dan die grotere worden. Ja. Maar ja, ze gaat er even over nadenken. Maar het was wel echt heel erg leuk. Ik vond het ook heel erg leuk. Ik mocht trouwens mee. Ja. Dat was eerst niet... Dat mocht eerst niet, maar ik mocht gewoon mee naar binnen, dus ik heb het ook gezien. Ja, ik vond het heel leuk. Ik vond vooral die grote, het was echt, ik vind het echt, heel mooi. Erg mooi. Het was helemaal nieuw ook. Ik zal wel even een fotootje toevoegen wat ik had gemaakt. Ja, dus ik ben ook inderdaad de eerste die ook bijvoorbeeld, want het is gemeubileerd. Oh. Dus ik ben ook de eerste die dan op dat bed zal slapen en de bank en dat soort dingen. Dat is ook fijn om te weten. Dus ja, wacht, hou jij maar eens vast? Maar het was echt super tof. We zijn nu nog even in de stad aan het lopen. Ja. Want daar had ik zin in. Ik weet niet waar we heen gaan eigenlijk. Gewoon een beetje rondlopen. Geen idee. Vorige keer ging een beetje daar zo. Ja. In die straat. Ja. Maar in ieder geval heel positief. Zag er echt super leuk uit. Zeker. En wordt gevoegd. Ja. En misschien zien jullie binnenkort een keertje een vlog in Angelica, vanuit Angelica de kamer. Ja, inderdaad. Dat is ook wel leuk. Ja, maar het is een studio, hè? Studio. Ja. Ja. Dus ja, wel, en die badkamer was bizar. Heel groot. Die was echt heel groot. Ja, dat was eigenlijk echt niet nodig. Hoe waar die camera past? Heb je niet op het geluid nu ook? Weet ik veel. Ik weet het ook niet. Ik wacht, ik pak nooit. Hem wel. Ik pak hem wel. Ja, maar die badkamer was echt bizar. Dat zei hij zelf ook al van... Hij zei ook van, nou, dat kan wel, ik snap niet waarom er geen bad in zit. Ja, het was echt bizar groot. Ja. Ik denk die douche, dat was gewoon echt... Nou, ik denk van een paaltje tot
ongeveer hier of zo. Ja, dat was, dit was echt bizar. Echt een inloopdouche. Ja. En maar ook met een storting, toch? Zo'n regen. Ja, ja, ja. Echt nee, heel... nee, nee. Wel zo'n douchekop. Oh, echt? Ik dacht dat het een regendouche was. Nee. Oh, nou ja. In ieder geval wel heel erg tof. Maar als Angelica erin gaat, ga je het natuurlijk zien. Ja. En als ze erin gaat, gaat ze er ook vrij snel in. Tenminste, dat wil je toch? Ja, dus ja. Zou het misschien voor de volgende week al zijn. Dus dat ga ik dan filmen. Ja. Dat is echt leuk. Oké, wij gaan nog even hier rondlopen. We zijn hier bij Roekin. Of tenminste, we lopen er nu vandaan. Kijk. Mooi Amsterdam. En wellicht woont deze meid, deze chica, binnenkort ook lekker in Amsterdam. Yay! Even donuts halen. Ons eten is binnen. En Marleen is er ook. En we hebben dus lekker pizza's en pasta besteld. Dit is mijn pizza. Ik ga even een wijntje inschenken. Oh, wacht, ik zie. Dus ik ga even een glas wijn pakken. Oh. Dan gaan we even een wijntje drinken. Oh, dat kan natuurlijk niet. Ik deed dat kastje dicht, maar die camera staat er natuurlijk. Ik had zin in wijn. Het is wel een flink glas wijn. Wauw, heel mooi de pizza. Dit is echt pizza. Domino's is gewoon... Dit is geen pizza. Dat is gewoon snackbar pizza ofzo. Maar we gaan lekker eten. En gelukkig kwamen ze nog op tijd. Want we kregen dus een melding dat het echt nog 3 kwartier ging duren. Maar gelukkig niet. Dus Angelica heeft een heerlijke pasta carbonara volgens mij. Ja. Toch? Ja. We gaan lekker eten. Oké, jongens. Een paar uur later is ze nog steeds op dezelfde plek. Of tenminste... Ik zit weer op dezelfde plek. Ik heb een rondje net gelopen met Marleen. Ongeveer 40 minuutjes gelopen of zo. Ik ben nu bezig met de externe analyse. Ik kan even laten zien, want dit is geen privégegevens. Het staat verder ook gewoon online. Waarbij we zeg maar een soort van analyseren zeg maar binnen de externe omgeving. Ja, op basis van alles nog wat analyseren we het een en ander. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ik heb net de trends en ontwikkelingen wel zo goed als af, denk ik. Maar dat is wel een beetje pietje precies, dus... Ik vind het lastig om te zeggen of het nou echt af is. En nu ben ik bezig met de concurrentieanalyse. En ondertussen ook nog met de websiteanalyse van de concurrenten. Dus meestal, of tenminste, heel erg nu op de concurrenten ben ik bezig. Dus dat is wel heel erg leuk. Daar ben ik nu mee bezig dus. En over een paar minuten of zo ga ik even met Karima bellen. Die gaat even verder helpen ook. En ja, dan hoop ik dat we het snel af hebben. En daarna ga ik heel misschien even het huis een beetje schoonmaken. Ik weet niet of ik dat ga doen trouwens. Misschien. Ik heb net lekker een donutje gegeten. Die staat daar. Tenminste het bordje. Van Dunkin' Donuts. Dat hadden we gisteren gehad natuurlijk. En ja. Dan ga ik daarna even kijken wat ik nog moet gaan doen. Ik moet ook nog even contact hebben over de presentatie. Die als het goed is morgen gegeven gaat moeten worden. Niet in goed Nederlands denk ik. Maar ja, dus dat is een beetje wat ik nu aan het doen ben. Ik zit wel lekker op mijn bed. Lekker in een comfy outfitje. Dus ik ga even Karima bellen. Even kijken of ze dan nu mee eraan kan helpen. Oké, dat was een ambulance of zo denk ik. Maar ik wil even filmen, want ik ga namelijk lekker koken. En dit was dat soeppakket. Volgens mij had ik het erover gehad. Dus ik ga lekker soep maken. Het is wel voor 2 tot 3 personen zie ik staan. Nu ga ik het in mijn eentje eten. Dus ik hoop niet dat het echt veel is. Jullie staan nu even in het keukenkastje. Maar dus is deze van de Appie. Gewoon een tomaten oregano soep. Even kijken hoor. Hou de oregano apart. Kook de soep afgedekt in 13 minuten op een... Zo, dat is best wel veel werk. Ik ga snel maar beginnen. Het is namelijk al... Hoe laat is het? Het is 5:30 en ik heb echt super veel trek. Dus ik begin nu alvast. Maar het duurt dus best wel even voordat dit klaar is. Oh, het is ook precies tot vandaag houdbaar nog. Dus dat heb ik goed getimed. Er zit ook een zakje met kruiden bij. Ja, oké. Okay. Dit is het. Er zit allemaal groente in. Echt super veel ook. Ik zag staan 605 gram. Dat is best wel veel. Dus ik ga eventjes dit... in elkaar flansen en dan straks lekker een soepje eten met een broodje. Die ga ik ook even in de oven doen. En ik ga denk ik ook nog even wat tofu erbij maken.
En het is eindelijk af. Ik zal even een lichtje aandoen. Wacht. Kijk. Heerlijk soepje. En ik heb zelfs nog best wel wat over. Dus ik kan het voortaan echt wel voor 2 avonden maken. En ik heb daarnaast ook nog wat tofu gemaakt en een broodje. Dus ik ga lekker eten. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ga even lekker een smoothie bowl, acai bowl maken. Ik maak altijd met die Magic Bullet. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is zo'n ding dat doe je erop en dan ga je mixen. Dus dat ga ik eventjes maken. Ik heb wat bananen in de vriezer gedaan, dus die ga ik eruit halen en wat bijvoorbeeld fruit en zo. En dan ga ik hem daarna helemaal mooi decoreren. Het is gelukkig wel wat vroeger dan verwacht, of tenminste. Het is 11:40, maar ik zou eigenlijk tot 10:50 of zo, zoiets ongeveer, les hebben. Dus dat is wel heel erg chill dat dat nu een stuk eerder klaar is. Want ik moet namelijk straks een presentatie geven aan de eerstejaars over mijn afstudeerrichting en ja, wat het eigenlijk inhoudt. En ik wil met name een beetje gaan vertellen over wat het eigenlijk is. Omdat er altijd heel veel theorie en zo van alles nog wordt gedeeld. Maar het is veel leuker om te zien hoe het dan echt eraan toe gaat. In een project of in een opdracht. Dat soort dingetjes. Dus dat ga ik vooral een beetje vertellen aan ze. Dus dat is weer heel erg leuk. Dus dat heb ik om 14:45 volgens mij. Tot 14:45. En dan gaan Marleen en ik daarna gaan we eruit. Gaan we de deur uit. Gaan we lekker stemmen. Ik ben wel benieuwd of jullie ook hebben gestemd. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we even naar het Olympisch Stadion. Want daar kan je stemmen. En dan gaan we daarna wat dingetjes halen voor onze moeder. Dat we haar zeg maar gaan verrassen met een high tea. Dat is namelijk morgen. Dus dan gaan we eventjes bij Simon Meijsen croissantjes halen. We gaan naar de 3 graafjes voor cupcakes. We gaan naar de Appie voor sapje en andere dingetjes. En dan gaan we dat morgen allemaal maken. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Dat zal ik morgen wel eventjes laten zien wat we allemaal gaan maken en zo. Dus dat wordt wel weer gezellig. En ja, dus ik ga eventjes snel dit in elkaar flansen voordat ik er veel te lang aan het praten ben en mijn hele tijd weer weg is. Dus ik ga dit snel even maken en dan laat ik het straks wel even zien hoe het eruit ziet. Kijk, en hij is nu helemaal af. Ik heb het met blauwe bessen, met banaan, chia zat het eroverheen, moorbijbessen, of moorbijnoten. Wat is het eigenlijk? Moorbijbessen, toch? Ja, moorbijbessen. Dat zijn deze van de notenshop. En ik heb ja, muesli, notenmuesli erbij. En ik heb er dus door het mengsel zelf heb ik deze gedaan. Deze is, dat is acai poeder. Dus dat zit er doorheen. Dus dit is alles wat ik heb gemaakt. En ik heb het mengsel zelf gemaakt met banaan, bevroren bosbessen. En ja, gewoon bevroren rood fruit eigenlijk. En bevroren banaan, normale banaan. En bramen en sojayoghurt. Dus dat is dit. Dus ik ga lekker eten. Oké, Marleen en ik staan in de supermarkt. We zijn nu even bij de drank aan het kijken. Maar we kunnen het gewoon doen, waarom niet? Het is nee, mama's verjaardag. Nee, maar ik denk niet dat het lekker is. Het is meer dan zomer. Kijk, deze zagen we dus. Ik weet niet of iemand dat van jullie al een keer geprobeerd heeft. Laat dan even weten hoe het was. Maar die willen we deze proberen. Echt wow, die is echt duur. Kijk dan. Ik vind dat nog wel echt mee. Ik vind het wel grappig dat het niet dan bij de Albert Heijn verkocht wordt. Het is meestal iets voor de gang, toch? Ja, maar Moët heeft ook niet meer heel erg nu. Tenminste, dat wordt niet meer gezien. Vroeger wel, maar weet je nog dat het ook altijd zo'n ding was? Dat die rijke mensen gingen dan zo champagne maar nu is het gewoon even ordinaire. Ja, klopt. We hebben net gestemd gehad bij het Olympisch Stadion. Dat ging wel heel goed, toch? Dat was wel leuk. Ik mocht alleen haar allereerste keer stemmen. Yay. En wat vond je ervan? Oh, ze vond het echt een ervaring. Dus ik klaar was toen spankelde haar ogen. Ik was helemaal. Toen die jongen zei, mag je masker? En ik zei, ik zo dacht je wel. Ja, dat had ik ook. Je moest je masker even afdoen om te laten zien dat jij het echt was. Maar we zijn even boodschap aan het halen dus. Voor mama haar... hoe noem je dat nou? Brunch / high tea-achtig. En we zijn nu nog even op zoek naar een aantal dingetjes. Maar we waren even bij de drankjes aan het kijken. Dus we gaan even verder. Ja, en dan, oh, we hebben ook cupcakes al gehad. We gaan straks nog even bij Simon Meijsen croissantjes halen. Oké, maar we moeten nog even...
Goedemorgen. Het is vandaag. Welke dag is het? Donderdag, toch? Ja. Ja, het is donderdag. Marleen zit op de bank. Say hi. Hi. En ik ben even mijn schoenen aan doen ondertussen. Marleen en ik gaan nu namelijk croissantjes halen. Tenminste, gaan we zo doen. Bij Simon Meijsen. Waar we gisteren dus over vertelden. Maar en dan gaan we daarna gaan we alles klaarmaken voor de high tea / brunchachtig. Maar eerst ga ik even snel mijn schoenen aantrekken en gaan we richting Zuid. Dus. Wat hebben we gehaald, Mar? We hebben onze croissants. Laat zien. Yes! Die kunnen halen, dan moet je wel iets sneller lopen. We zijn weer terug van croissantjes halen. We zijn weer terug, zei ik. Maar ik ga even de tafel leegmaken. Dus ik ga even alles eraf halen gewoon. Dan gaan we hem verplaatsen en dan gaan we daarna alles erop zetten wat we erop willen. Marleen is bezig met de scones ondertussen. Dus ik ga even snel die tafel doen. Ja, bewaar die maar gewoon inderdaad. Oh ja, dat is wel handig inderdaad. Of gewoon als je er gewoon even zin in hebt, een handje rozijnen. Maar oké, ik ga even de camera ergens neerzetten. Dan kunnen jullie lekker meekijken. En we moeten wel een beetje tempo maken, dus ik ga snel beginnen. De tafel is helemaal klaar. Tenminste, helemaal. Er komen nog croissantjes bij en andere broodjes, maar die zitten nog in de oven. Het is al 5 minuten te laat. Onze moeder is gewoon te laat. Het kan toch niet? Kijk nou hoe cute. En daar zitten nog croissantjes en broodjes. Hebben we goed gedaan, hoor. High five. Wie is daar? Hallo. Hallo. Oh. Oh, gezellig. Nou, het ziet er zo leuk uit. Oh, mama vindt het helemaal leuk. Ja. Kijk en dit. Leuk. Ze zijn nu al bezig. Ja, dat. Goedemorgen allemaal, het is inmiddels maandag en zoals je kan zien ben ik weer in Amsterdam. Ik heb helemaal niet gefilmd dit weekend eigenlijk, ik heb ook niet heel erg veel bijzonders gedaan. Dus ja, vandaar dat je dit weekend niet echt heel veel van mij hebt gezien. Maar ik ga hem voor nu afsluiten, het is natuurlijk nu maandag, dus een nieuwe weekvlog begint. Waar ik hoop dat je het leuk vond om te kijken, vergeet gewoon niet om een duimpje omhoog te doen en om even een reactie achter te laten. Wat je van deze weekvlog vond en wat je nog meer op mijn kanaal zou willen zien. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video weer. Doei!